Mario Been, waarom heb jij een aantal wijzigingen in je opstelling doorgevoerd ten opzichte van Roda uit? Ja, nou ja, Wim Mulder is duidelijk. Die heeft een armblessure en die kan niet keepen. Dus Rob van Dijk is weer terug in de basis. Tim de Cler, liesblessure. Dus daar komt Bruno Martensindi voor. En ik ben teruggegaan naar het oude middenveld en ik heb Gio rechtsback gezet. Omdat ik die ook gehaald heb. Gio Zwets, ja, omdat ik die ook gehaald heb als rechtsback. En Kelvin gewoon weer teruggezet op middenveld. Dat betekent dat Leroy zijn plek ten opzichte van Roda weer kwijt is. En waarom met name die twee laatste wijzigingen en Ver weer buiten de basis? Nou, omdat ik vind dat ik een echte rechtsback nodig heb tegen AZ. Dat lijkt me duidelijk. En ik vind Kelvin een goede middenveld. En dat heeft hij in die wedstrijden die we alle drie wonnen achter elkaar, heeft hij dat laten zien. Dus ik heb hem daar weer teruggezet. Verwacht jij een betere Zwets dan in alle wedstrijden hiervoor? Ja, nee, goed, hij is zelf ook niet gelukkig met zijn manier van spelen. Maar ik hoop dat hij al die dingen eens naast zich neergooit en weer gaat spelen zoals hij kan spelen. Hij kan heel agressief dekken. Hij is normaal gesproken veel beter aan de bal. Ja, en daarvoor stel ik hem ook weer op. En nogmaals, ik heb hem volgend jaar nog een jaar hier bij Feyenoord en ik laat niet snel mensen vallen. Nee. Dat is zeker dat hij nog een jaar hier speelt? Ja, dat is absoluut zeker, ja. Dat is voor mij nieuw, maar... Nee, dat staat allemaal vast dus. Dus niet van de laatste weken? Nee, dat is niet van de laatste weken. Vanaf begin af aan de intentie geweest? Absoluut, ja. Okay. Blij mee? Ja, ik ben er heel blij mee, jongen. Jij ook? Ja, hartstikke leuk. Ja, nou, mooi toch? Ja. Hey, hoe belangrijk is deze wedstrijd? Want ja, eigenlijk moet je 18 punten uit de laatste 6 potjes halen om nog ergens op te kunnen rekenen, toch? Ja, dat is ook zo. Kijk, Roda was natuurlijk een domper. Nee, maar er zijn nog 6 weken en het is een hele dunne draad waar we nog aan hangen. Maar ik vind dat je elke mogelijkheid moet aangrijpen om toch eventueel die play-offs te halen. En iedereen zal dan roepen, ja, dat gaat niet en dat kan niet. Maar er zijn nog steeds 18 punten te verdienen. En je bent niet meer alleen op jezelf aangewezen, maar ook de verwachting van de andere ploegen is daarin heel belangrijk. Maar ik vind dat je elke week moet gaan voor het maximaal haalbare. Dan krijgt Rob van Dijk, je keeper, deze week een brief dat zijn contract niet verlengd wordt. Dat is een formele aangelegenheid. Hè? Bestaat er een kans dat hij toch een nieuw contract voorgelegd gaat krijgen? Ja, die kans bestaat. Ja. Kijk, wij zijn op zoek naar een ervaren keeper. En die iets jonger is als Rob. Maar mochten wij geen betere vinden, dan zouden we ook zomaar met Rob door kunnen gaan. Maar dan wel als alternatief en niet nu al als eerste keuze? Nee, dat klopt. Ja, ik vat maar even samen voor de duidelijkheid. Goed. Dan zijn er nog 2 spelers wiens contracten aflopen. De Cler en Thomasson. Wat wil jij daarmee? Daar hebben we nog geen beslissing over genomen. Dat kunnen we nog voor ons uitschuiven. Dus wat dat betreft hoeven we dat nog niet te doen. Maar het lijkt me onmogelijk dat je onder de huidige financiële voorwaarden met ze doorgaat. Dat is duidelijk. Deze jongens zijn natuurlijk nog steeds de grootverdieners. En die salarissen zullen absoluut niet meer betaald worden. En wil jij inhoudelijk met ze door qua voetbal? Daar hebben we nog geen beslissing over genomen. Maar wat zijn jouw gedachten daarover? Dat ga ik jou vertellen als we daar een beslissing over genomen hebben. Nou, ben je altijd zo spraakzaam? Ja, maar dat ben ik nu ook. Alleen. Dat zijn zinnen van 1,8 seconden. Nee, ja goed, wij hebben nog geen beslissing genomen, dus ik hoef er ook nog helemaal niet over na te denken. Maar je kunt toch wel met onze kijkers en luisteraars filosoferen over welke kant jouw gedachten opgaan? Laat ze maar brieven schrijven. Dat gaan we regelen. Hoe sta je tegenover Marcel Meeuwis? Zou je met hem door willen? Ik moet zeggen dat ik op dit moment heel positief daarin sta. Alleen het is nog steeds heel moeizaam op basis van het feit dat hij van Gladbach is. En daar nog eventueel een transfersom aan zit. En jij weet dat wij absoluut geen transfersommen kunnen betalen voor wie dan ook. Hoe gaat het met het herstel van Cissé? Gaat heel goed. Cissé is elke dag wordt hij beter. En we hopen dat hij helemaal 100% klaar is als wij weer een nieuwe seizoenstart gaan beginnen. Want het heeft geen enkele zin om risico's te lopen. Maar het gaat echt heel goed. Heeft die jongen nu gewoon pech of zit hij meer achter? Is het ook een mentaal probleem wellicht? Nee, ik denk dat hij gewoon pech heeft. Ik weet zeker dat Sekou heel graag wil voetballen. En ja, door die teen dat niet ging. Nou ja, nu hopen we dat hij daar... Er is ook wel eens een beetje lacherig over gedaan, hè? Ja, nou goed, omdat het zo lang duurt. En iedereen denkt, ja, een teen kan toch niet zo lang duren. Maar ja, als je er echt pijn aan hebt en je bent voetballen, is het wel lekker als je in ieder geval je voeten goed kan gebruiken. Jij rekent weer op hem, maar dan wel per volgend seizoen? Ja, ik denk dat dat wel het meest eerlijk is, ja.